Oké, we gaan verder met het tweede deel van de proeftentamen, opgave 10. Zonlicht dat op aarde invalt bestaat uit een bundel evenwijdige lichtstralen. Zie figuur 5, hier zie je ze komen. En die vallen op de aarde in en de bundel die de aarde raakt is een doorsnede van een cirkel. Oké, door de dwarsdoorsnede D van de bundel gaat per vierkante meter een vermogen van 1,4 x 10 tot de derde watt. De straal van de aarde is 6,4 x 10 tot de vierde meter, dus deze afstand van midden tot aan de rand. Oh, dan kun je het oppervlak uitrekenen. Oké, berekende energie die de zon in een jaar op de aarde straalt. Nou, dan moet je dus inderdaad eerst dat oppervlakte uitrekenen van deze doorsnede, zeg maar. Hè? Die dus gelijk is aan de doorsnede van de aarde, de oppervlakte. Dus a maal pi maal r in het kwadraat. Nou, pi is natuurlijk bekend, 6,4 x 10 tot de 6, dat staat hier, dat is de straal. En deze dus. Die doe je in het kwadraat. Nou, dan komt dan 1,28 x 10 tot de 14e vierkante meter uit. Oké, per vierkante meter heb je zoveel vermogen, 1,4 x 10 tot de derde. Dus totale vermogen is dan 1,4 x 10 tot de derde maal het aantal vierkante meters. En die hebben we net uitgerekend. Dus die vermenigvuldigt je met elkaar 1,4 x 10 tot de derde maal 1,28 x 10 tot de vierde, die hebben we net uitgerekend. 1,802 x 10 tot de 17e watt. Oké, dat is dus zoveel joule per seconde. Wat is joule per seconde? Maar dat moest over een jaar. Dus je moet dat, deze waarde ook nog vermenigvuldigen met het aantal seconden dat er in een jaar gaat. Nou, hier gebeurt dat. Energie is vermogen maal tijd. En dit is het vermogen, joule per seconde, maal 365 dagen, maal 24 uur, maal 3600 seconden. Nou, is dus, mag ook trouwens gebruik maken, 1,08 x 10 tot de 17e maal het aantal seconden in een jaar wat je uit de binnen haalt. Tabel 5, dat is deze. Hetzelfde. Als je dit uitrekent, komt dat er natuurlijk uit. Nou, goed. Als je dat met elkaar vermenigvuldigt allemaal, dus de hoeveel joule per seconde, hoeveel wat maat aantal seconden in een jaar, en dan komt dit eruit, 5,7 x 10 tot de 24e joule. Nou, door opname van een gedeelte van de energie ontstaan in de atmosfeer luchtdrukverschillen die wind veroorzaken. Met behulp van windmolens kan men windenergie omzetten in elektrische energie. En petten doet men onderzoek aan windmolens. Het elektrisch vermogen dat één van deze windmolens kan leveren bedraagt. Vermogen is 0,33 maal rho, dat is de dichtheid van de lucht, maal de snelheid van de wind tot de derde macht, maal pi, maal de straal van de cirkels van de molenwieken in het kwadraat. Oké, op een gegeven moment heeft de wind een constante snelheid van 7,9 meter per seconde. De cirkel die de wieken bestralen is 12,5 meter. Oké, dat zijn dus die en dat zijn die. En de dichtheid van lucht kan je opzoeken in de MIA's. Deze motor levert energie aan woningen. Het geleverde elektrische vermogen op de, is dus 350 watt per woning. Oké, bereken hoeveel woningen door deze windmolen van elektrische energie kunnen worden voorzien. Nou, we gaan eens kijken hoeveel vermogen dat hij dan levert. Dat vermogen is 0,23 maal de dichtheid van de lucht. Die vind je in tabel 11. Maal de snelheid tot de derde macht. Dat was 7 tot de derde macht. Maal pi. Maal de straal van de wieken in het kwadraat. Die was 12,5. En dit is de waarde die je vindt voor de dichtheid in de lucht. Dus dan heb je 0,23 maal de dichtheid van de lucht. Maal de snelheid in het kwadraat. Maal de straal in het kwadraat. Maal pi. Dat uittekent is dat zoveel watt. 5,007 tot de vierde watt. 1 woning heeft zoveel watt, 350, dus dan kun je het op elkaar delen, dan neem je het aantal woningen. Nou, dat blijkt dus 1,4 x 10 tot de tweede zijn, dus helemaal 140. Nou, de gezamenlijke Nederlandse elektrische centrales moeten een vermogen van 9,3 x 10 tot de negende watt kunnen leveren om aan de vraag naar elektrische energie te voldoen. Veronderstel dat deze energie zoveel mogelijk door windmolens opgewekt moet worden. Een bepaald type windmolen levert een gemiddeld vermogen van 1,0 x 10 tot de vijfde watt. Deze molens worden met een onderlinge afstand van 100 meter langs de kustlijn geplaatst. En de beschikbare kustlijn is 450 kilometer lang. Bereken hoeveel procent de bijdrage van de windmolens aan het elektrische vermogen kan zijn. Nou, eerst maar eens even uitrekenen. Oké, hoeveel molens dat je dan eigenlijk kan hebben. Dit is 450 x 10 tot de derde meter. Dus 54 kilometer is de lengte van de kust, maal 100, gedeeld door 100, omdat je om de 100 meter een molen neer kan zetten, 4500 molens. Oké. Okay. Hoeveel vermogen kunnen die molens dan leveren? Nou, die 4500 is natuurlijk maal 1,0 al 10 tot de 5 watt. Dat is het vermogen van 1 molen. Dit lijkt wel een 3, maar dat moet toch echt een 5 zijn. Als je dat ook narekent, dan klopt het ook. 4,5 al 10 tot de 8e. Dus dit is een 5, geen 3. Oké. Wat is dan de percentage van het totaal? Het totale vermogen wat geleverd wordt is 9,3 x 10 tot de negende. En wat er geleverd wordt door de windmolens is dit. 4,5 x 10 tot de actie deel je op elkaar en dan maar 100%. Dan heb je een percentage. Nou, dat is 4,8%. Oké, gaan we verder.
In de Volkskrant van 7 maart 1991 stond het volgende artikeltje naar aanleiding van het einde van de Golfoorlog. Lees dit en beantwoord daarna de vragen. Okay. Ik ga niet het hele artikel voorlezen als je het niet vindt. Als je het wil lezen, moet je hem even stoppen. Ik ga verder met opgave 13. Uit de tekst blijkt dat de kogel ongeveer 3 kilometer hoog komt. Bereken met welke snelheid de kogel de grond zou bereiken als deze aan een hoogte van 3 kilometer zou vallen waar geen luchtwrijving zou ondervinden. Oké, okay. Nou dat betekent dus dat, wat moet je dan weten? Je moet weten, als je boven is, heeft hij alleen maar hoogteenergie, helemaal geen H. En als je op de grond vraagt, heeft hij geen hoogteenergie meer, heeft alleen nog maar snelheid. Haal hem weten dat. Maar ja, en waarom heeft hij boven geen hoogteenergie? Ja, dan hangt hij even stil. Ja, dus de hoogteenergie op het hoogste punt is gelijk aan de kinetische energie op het laagste punt. Oké, okay, dus MLG mal H is dus half een V kwadraat. En M zit aan allebei de kanten, die mag dus wegstrepen. Dus G mal H is half maal V kwadraat. Nou ga ik dat invullen. G is 9,81. Hoogte is 3,010 tot de derde meter. Hè, dat is 3 kilometer. Is half maal de snelheid in het kwadraat. Nou, hoeveel vind ik dan de snelheid in het kwadraat? Deze waarde, die moet, en dan moet ik dus delen door half, oftewel vermenigvuldigen met 2. En dan de wortel daaruit. Nou, dat, hier zie je dat, hè. Hier vermenigvuldigen is half een V kwadraat. Oké, okay, en dan nog eens een keer deze verdubbelen en dan de wortel eruit. En dan krijg je 2,4 maal 10 tot de tweede meter per seconde. Dus 240 meter per seconde. Dat is een behoorlijke snelheid. Oké. Volgens het artikel mogen we veronderstellen dat de kogel die in de lucht van 3 km hoogte valt de grond bereikt met een snelheid van 100 meter per seconde. Dat is dus aanzienlijk minder. Een kogel heeft een massa van 25 gram. Bereken hoeveel energie tijdens de val is omgezet in warmte. Nou, oké. Okay. We weten dus, je kan de hoogteenergie uitrekenen op het hoogste punt. Je kan de kinetische energie uitrekenen op het laagste punt, maar dan moet je dus 100 meters per seconde gebruiken. Oké. Okay. En het verschil is dan warmte. Nou, de hoogteenergie op het hoogste punt is MLG mal H. 25 maal 10 tot de min derde, dat is 25 gram. Maal 9,81, valversnelling, maal de hoogte, 3,0 maal 10 tot de derde meter, hè, 3 kilometer, is 7,358 maal 10 tot de tweede joule. Oké. Okay. De kinetische energie op het laagste punt, half een V kwadraat, is half maal, nou ja, 0,025 maal snelheid in het kwadraat, 100, dat is 125 joule. En de verschil tussen die twee is dan de warmte. Dus deze min die. Nou, dat gebeurt hier. Hè. En die blijkt dus 6,1 maal 10 tot de tweede joule te zijn. 610 joule. Een van de kogels treft met een snelheid van 100 meter per seconde een blok hout dat op de grond ligt en dringt daardoor 5,5 centimeter door. Bereken de gemiddelde kracht die het hout op de kogel heeft uitgevoerd. Oké, okay, wat moet je dan doen? Je hebt bewegingsenergie voordat de kogel het blok raakt. Die kun je uitrekenen. Je kan uitrekenen dat hij 4,5 centimeter aan de hoogteenergie dat hij afneemt, want hij gaat 4,5 centimeter toch nog steeds dalen. Oké. Okay. En dan heb je ook nog warmte. Dus, dus die ga je dan bij elkaar in de formule zetten. Nou, eerst maar even de zwaarteenergie uitrekenen. Dat gebeurt hier 25 maal, volgens mij hadden we 25,10 tot de min 9,1 maal 4,5 maal 10 tot de min 2. Dat is dus die 4,5 centimeter, hè. 1,04 maal 10 tot de min 2 joule. Dat is heel weinig. Wat was een kinetische energie? Zal een vee dat half maal 0,025, dat is een aantal gram, maal 100 in het kwadraat, is 125 joule. Oké. Okay. Goed. De energie die je hebt verloren, de hoofdenergie heeft verloren, is dus deze. En dat is dan gelijk aan de kinetische energie plus de warmte. Nou, als je dat, als je deze dus de warmte hebt, is het dus deze min die. Of nee, andersom, deze min die is min 125 joule. Ja, dus deze die speelt eigenlijk geen rol, die 4,5 centimeter, bijna niks. Oké, okay. Dan die warmte, die wordt veroorzaakt door de arbeid van de blok. Hè. Dat levert aan kracht, over die 4,5 centimeter natuurlijk. En die arbeid die geleverd wordt, is natuurlijk gelijk aan die 125 joule. Dus 125 is de kracht maal die 4,5 centimeter. Oftewel 4,5 maal 10 tot de min tweede meter. Maar ik heb net min 30 gezegd, want ik moet min 2 zijn, als ik dat verkeerd heb gezegd. Nou, voor je erin, 150 is dus de kracht maal 4,5 maal 10 tot de min 2. De kracht is dan 125 gedeeld door 4,5 maal 10 tot de min 2. Nou, dus 2,778 maal 10 tot de derde. Oftewel, als je significant kijkt, 2,8 maal 10 tot de derde newton. 2800 newton is dat. Verder met de volgende reeks. Met een auto is een testrit gemaakt op een horizontale weg. Figuur 6 is het VT-diagram van deze rit. Dit is de tijd en dit is de snelheid. Oké. Okay. De auto heeft een massa van 1,2 maal 10 tot de derde kilogram, dus 1200 kilogram dus. Bepaal de arbeid die de motor levert in de periode van T is 0 tot T is 2,0 verwaarloos daarbij de wrijvingskracht die de auto ondervindt. Oké, okay, de snelheid hier is 0.
En de snelheid bij 2, die is, aflezen, 7,0 meter per seconde. Oké, dan kun je de kinetische snelheid op dit moment uittekenen op dat moment. En het verschil is dan de arbeid. Oké, de kinetische energie als de snelheid 0 is, is natuurlijk makkelijk. Als halve v-kwadraat is halve maal de massa maal 0, is dus 0 joule. Oké, als de snelheid 7 is, op T=2, halve v-kwadraat is halve maal 1200 kilogram maal 7,0 meter in het kwadraat. Is 2,904 met 10 tot de 4e joule. Min die 0 joule, nou, is dus 2,4 met 10 tot de 4e joule. Dus de arbeid is gelijk aan het verschil in kinetische energie. Oké, in de figuur zitten drie dalende stukjes, omdat de auto dan schakelt. Hier, hier en hier, oké. De chauffeur dan schakelt natuurlijk. Na het schakelen versnelt de auto weer. Zo'n stukje is vergroot weergegeven in de figuur op de bijlage, deze dus. Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbuiger de grootte van de arbeid die de wrijving tijdens het schakelen verricht. Dat is eigenlijk een beetje een herhaling van de vorige opgave. Je moet hier dus de snelheid aflezen. Die is 14,0. En even kijken. Hier moet je de snelheid aflezen. Die is 13,8. En dan bepaal je allebei de kinetische energieën. En het verschil is dan de arbeid. Nou, hier is dat gedaan. Even kijken. Ja. Ja, hier wordt het zo uitgewerkt. Je wil half een v-kwadraat. Half maal 12 van 14,8. Dus die waarde. En half maal mv kwadraat, half maal 1200 maal 13,8 in het kwadraat. Nou, dan krijg je die waarde. Het verschil is dan de wrijving. Nou, is ook een andere manier. Je kan ook zeggen van, oké, je leest de grafiek af ook hier. En je bepaalt de versnelling. Snelheidsverschil, gedeelde tijdsverschil. Nou, 0,2 gedeeld door 0,7 is 0,2857 meter per seconde in het kwadraat. Oké. Dan kun je de kracht uit bepalen. F is MLA. 1200 maal, die versnelling is 343 newton, zeg maar. Dat is een min, dus een min, maar goed, oké. En dan kun je met half, S is een halve t-kwadraat, kun je dat dan verder bepalen. Nou, de t is dan 13,9 maal 6,2 maal 5,5 is 13,9 maal 0,7 is 9,73 meter. Dus eigenlijk is het SSV gemiddeld maal t. En waarom is het gemiddelde snelheid 13,9? Ja, 14. En 13,8 gemiddeld is dan 13,9. En dan is W is helemaal F, arbeidskracht maal afstand. Die heb je net uitgerekend. Deze heb je net uitgerekend. Vanwege de logica komt natuurlijk hetzelfde uit als daar. Methode 2 kan wel. Is wel ingewikkeld. Ik zou liever methode 1 gebruiken. Die is makkelijk. Maar het is goed. Dus het mag. Oké, bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbaar de rem. Oh, wacht even. Vanaf T=2 remt de auto af tot stilstand. Dus dat is dit stuk. Oké, dan gaat hij remmen. Oké, bepaal de remenergie. Kun je weer doen met dezelfde manier. Dus hier de snelheid bepalen. En dus half een v-kwadraat kinetische energie bepalen. En hier ook. Maar dan zal die 0 zijn. Dus dat is makkelijk. Oké, dan gaat die half een v-kwadraat. Is half maal 1,2 maal 27 meter. Seconde in het kwadraat. Is 4,37 maal 10 tot de 5e joule. Hier is de kinetische energie 0. En de arbeid is dan het verschil tussen die twee. Nou, dat is dus deze waarde. 4,374 maal 10 tot de 5e joule. F op significantie letter is 4,4 maal 10 tot de 7. Oké, dat is de handigste manier, denk ik. Maar je kan het ook zo doen. Oké, je leest af de hier 27 meter per seconde en hier 0 meter per seconde. Ga je de vertraging uitrekenen. Snelheidsverschil gedeeld door tijdsverschil. Min 27 gedeeld door 4, min 675. Dan weer met FSMLA 1200 maal die min 675 vertraging is 8100 newton. Min 8100 newton. En dan S is V gemiddeld maal T. Beginstand was 27, eindstand is 0. 13,5 is dan het gemiddelde maal de tijd, die is 4 seconden, sorry 5 seconden, hier staat 4, maar dat is 5 natuurlijk. Eerst 13,5 maal 5 is, zal er nog geen 54 meter zijn, niets meer, 57,5 waarschijnlijk. En dan WSMLS 8100 maal die nieuwe waarde is dan zoveel joule. Even zelfcorrectie, dit is natuurlijk geen 5 seconden, maar 4 seconden, dus wat hier staat is correct, dus het is wel 54 meter. 8100 newton maal 54 meter is 4,4 maal 10 tot de min 5 joule, eigenlijk min, want het is negatieve arbeid. Zelfde waarde als hier. Dus dat klopt allemaal precies. Oké, dat was het. Bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer.